Het gaat over de eerste indruk die mensen vormen over advertenties. En we zijn geïnteresseerd in welke informatie ze daarvoor gebruiken en in hoe korte tijd ze al een eerste indruk vormen van de vele advertenties waar ze mee geconfronteerd worden. En wat we wilden weten is, hoe kort kan zo'n eerste aanbieding zijn, totdat mensen zeggen, of totdat mensen niet meer in staat zijn om nog aan te geven of het een advertentie is of iets anders is, totdat ze gaan raden eigenlijk. En wij waren verbaasd hoe kort dat kan. We wisten dat mensen heel snel eerste indrukken vormen. Ik bedoel, dat is niks bijzonders. Maar we hebben eigenlijk gekeken vanaf het moment dat een fixatie, mensen tijdens het kijkgedrag, mensen kijken in korte momenten dat ze ergens op fixeren, een fixatie, en dan korte sprongen daartussen, saccades. We hebben eigenlijk die aanbieding van die beelden, die begon op ongeveer de duur van een fixatie, en dat is ongeveer 200 milliseconden. Moet je je voorstellen, daar zitten 5 van die aanbiedingen in een seconde. Dat is dus heel kort. Nou, in zo'n korte aanbieding zijn mensen al in staat om te weten dat het een advertentie is en niet bijvoorbeeld een redactionele pagina met een artikel. En bovendien zijn mensen in staat om, en eigenlijk wonderbaarlijk goed, om te weten voor welk product het is. En beter dan toeval, maar niet zo goed, zijn ze zelfs in staat om vast te stellen voor welk merk het is. En we hebben systematisch die tijd, die aanbiedingstijd, gevarieerd. We zijn dus begonnen op ongeveer 200 milliseconden, een fixatie. Dat hebben we teruggebracht naar ongeveer 160, teruggebracht naar 100, teruggebracht naar 60 milliseconden, teruggebracht zelfs naar 20 milliseconden. En zelfs bij 20 milliseconden zijn mensen in staat om beter dan op basis van toeval, dat wil zeggen beter dan als ze zouden raden, vast te stellen, dit is een advertentie. Het is voor een auto en ik denk dat het Saab is. Nou, dat is wonderbaarlijk volgens mij. Dat op basis van zo korte informatie mensen dat kunnen. Nou, hoe kunnen ze dat? Dat kan omdat mensen heel erg goede geheugens hebben voor de advertenties waarmee ze in aanraking komen. En dat geheugen, dat hebben ze voortdurend paraat op de achtergrond als ze navigeren door de wereld. En navigeren, dat wil zeggen wandelen door een supermarkt, klikken door een website, bladeren door een tijdschrift. Dat is steeds navigeren. En we zijn dus voortdurend bezig om te toetsen of dat beeld, dat snelle beeld, of dat past bij een template, een soort. We kijken eigenlijk of dat past in een puzzel. En die puzzel die hebben we steeds paraat. En wat wij dus vaststellen is, mensen die kunnen heel snel een indruk vormen over advertenties. En die advertenties hebben een onmiddellijk effect op hun attitudes ten aanzien van die advertentie. En daarmee uiteindelijk voor dat product. Nou, dat is dus dat betekent dat we in reclame veel beter en moeten gaan kijken naar die korte aanbiedingen die mensen hebben. Is dat belangrijk? Ja, want van alle aanbiedingen die mensen hebben naar aanbiedingen aan commerciële stimuli, is de overgrote meerderheid heel kort. De hele dag zie jij duizenden commerciële uitingen op de zijkant van vrachtauto's, al bladerend op websites zie jij tientallen logo's en dergelijke. Lopend door de winkel zie jij honderden merken en producten. En dan maar allemaal kort in flitsen, lang genoeg om je er in principe bewust van te zijn dat je het gezien hebt, maar niet zo lang dat je daar een heel bewust oordeel over velt. Maar die attitudes zijn er wel. En die bouwen dus mogelijk, en daar gaan wij verder onderzoek naar doen, op in de tijd. En dat moeten we dus beter begrijpen. Als we de effectiviteit van reclame vaststellen voordat we de media ingaan, dus in pretesting van onderzoek, dan zullen we dus ook veel beter moeten kijken naar hoe goed reclame en verpakkingen en websites communiceren tijdens hele, hele korte aanbiedingen. En dat doen we meestal niet. Meestal in pretestonderzoek laat je
een verpakking of een advertentie of een commercial of wat dan ook, voor langere tijd zien. 5 seconden, 10 seconden, 20 seconden, dat is prima. Maar de meeste aanbiedingen aan dat soort uitingen, die zijn 100 milliseconden. En we weten daar eigenlijk maar heel weinig van.